Kunstenaar Marcel Pinas probeert kunst altijd hoog en in leven te houden in het bauxietstadje Mungo. De kunstenaar en eigenaar van Timbe Art Studios heeft voor de tweede keer na COVID een kunstenaar kunnen uitnodigen om met de jongeren bezig te zijn. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Stefano Bané en het districtscommissariaat Marowene Zuidwest. Het Mondriaan Fonds is een financierder en aanjager van de beeldende kunst en erfgoedsector in Nederland en het Caribisch gebied. Karen Sarsgian, kunstenaar uit Nederland die 3 maanden in Mungo bezig is geweest met de lokale jongeren en de gemeenschap, vertelde over zijn ervaringen. Ik ben hier al 3 maanden en werk ik in Mungo. En dan maak ik 2 sculpturen, twee composities. En eentje staat in het museum en de andere buiten. Dus dat was een programma dat ik hier kwam 3 maanden geleden om les te geven aan kinderen in verschillende dorpen. En plus 2 kunstwerken achterlaten. U bent al bijna 3 maanden hier. Kunt u uw ervaringen delen? Ja, ik heb alleen maar positieve ervaring met Mungo, met Suriname. En ik heb heel veel mensen hier, nieuwe mensen, nieuwe cultuur ontmoet. En aardige mensen. En plus heel veel getalenteerde kinderen. Die zou ik graag willen gewoon een of andere manier verder met hun werken. En ze helpen om zijn talent verder ontwikkelen. Pinas is de mening toegedaan dat met de kunstwerken die worden onthuld Suriname en vooral Mungo op de kaart wordt gezet. Pinas studeerde in zijn jonge jaren in Nederland en probeert zijn ervaringen zo te delen met zijn geboortestad. Hij geeft aan wat de gastkunstenaar allemaal heeft gedaan. Mei, juni, juli, mei is hij gekomen, dus hij gaat juli terug. Dus aan het eind. Dus dan hebben we die onthulling dat hij zijn kunstwerk presenteert voor de gemeenschap. En dat vinden we heel belangrijk, want hij is een bekende kunstenaar vanuit Nederland die de hele wereld rond heeft gereisd. En op heel in grote musea heeft geëxposeerd. En als je dit soort kunstenaar hier krijgt, weet je, die ook iets hier achterlaat voor het kunstpark en ook voor het museum. Weet je, dat zit de Mungo op de kaart. Daar komen mensen om te zeggen van oké, we komen kijken waar je werk hebt gezet. Dus dat is heel belangrijk. Zeg maar, in de afgelopen periode, in de afgelopen 15 jaar, hebben we zeker iets van 50 kunstenaars hier gehad. Dus dat is heel apart. Ook het kunstpark van Mungo. Weet je, dus het is apart in het Caribisch gebied, in Noord-Amerika. Begrijp je dus? Hiermee zetten we Suriname op de kaart. Marcel Pinas geeft aan dat de continuïteit van zo'n project belangrijk is, vooral als de kunstenaars vertrekken. Er zijn in verschillende dorpen talenten geïdentificeerd die zich bezig zullen houden met de jongeren.